nieuw mensen, ik heb een nieuwe video te verloren zin. Vandaag spelen we Clash Royale. We gaan voor die 500 likes. Ben je geabonneerd, abonneer. We gaan in deze video de nieuwe arena proberen te bereiken. Mud Pit Goblins 2, 1000 trofeeën. En we spelen de nieuwe Goblin Curse kaart vrij. Dat willen wij doen. Wij gaan ervoor. We kunnen ook even claimen. Laten we dat ook eventjes eerst doen. Hoppatee, wat krijgen we uit? Gold. Wildcards. Dat zijn Dark Goblins. Goblins. Oké, okay, die wil ik niet. Die wil ik ook niet. Geef me even een kaart die ik nog niet max level heb, Clash Royale. Kom op. Oké, nou. Geen nieuwe Goblin kaarten, helaas. Wij gaan strijden dus voor Arena 2. En dat gaan we doen met dit dekje. Is hetzelfde Goblin Machine dekje als ik in de vorige video gebruikt heb. Ondanks, spoil als je die video nog niet gezien hebt. Goede video trouwens. Ondanks dat we één potje verloren hebben, wil ik nog niet opgeven op dit dekje. Want ik moet die Goblin Machine een beetje... Oké. Een beetje beter in de gaten krijgen. Een beetje beter weten of doorkrijgen, dat is het beste woord. Doorkrijgen hoe die werkt. En gaat een Goblin Giant hier al voordroppen? Gaat hij zo agressief zijn? Nee, dat doet hij niet. Nice, dit gaan wij loggen. Oh nee, even raket. Dat vergeet ik steeds, dat hij raket heeft. Oké, top. Die Spark hier compleet weggegooid. Ik heb zo'n gevoel dat hij misschien... Inderdaad. Misschien arrows gaat gebruiken. Dus dat was de hele reden dat ik wou wachten met het gebruiken van mijn Goblin Gang. En nu hebben wij echt veel meer elixir. Want hij heeft een Sparky, hebben wij met 2 elixir gestopt. Hij heeft net gelogd. Heeft zijn arrows gebruikt. Dus we doen gelijk spiegelbollen erachteraan om die druk hoger te zetten. Hij heeft helemaal niks. Alleen zijn knight doen we gelijk batser achteraan om die knight te killen. En pakken wij dus nu met de eerste push volledig de toren. Wat een heerlijk begin van de video. Even kijken. Ik ga het toch loggen. Ik had het eigenlijk dan eerder moeten loggen natuurlijk. Want dan hadden we misschien wel de toren gepakt. Want die Dark Goblin natuurlijk niet geholpen op de defense. Maar het maakt niet heel veel uit verder. Ik bedoel, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Ik verwacht een Sparky weer rechts achterin. Als hij gecycled heeft met 4 kaarten. Log ergens. Ja, dat heeft hij. Dus daardoor gaan we nu alvast de machine aan de linkerkant doen. In de hoop dat we ongeveer op hetzelfde punt de kaart in de bek gooien en dat hij de Spark in de rechterkant doet. Want waarschijnlijk gaat hij nu aan de linkerkant doen om mijn machine te verdedigen. Maakt ons verder niet uit. We gaan met de Goblin Giant in de aanval, want we hebben de Baby Goblins nu ook in de aanval. Dus als top Goblin Giant tankt en ik had niet eens door, maar hij heeft opgegeven. Eerste potje, heel eenvoudig. Ben ik blij dat ik weer in dit dekje gebleven ben. We zijn echt aan het vlammen nu, dit eerste potje met dit dekje. Het was ook een hele aparte keuze van hem om met een Sparky te spelen, want ja, het is natuurlijk Goblin Giant, of de Goblin Arena. Oeh, Goblin Bounty, die gaan we gelijk openmaken. En ja, het is natuurlijk met een Sparky spelen. Sparky zijn niet zo heel goed als er heel veel spam is. Oei, kijk jongens, dit is gelijk. Of willen we hiermee wachten totdat we... Ik denk dat we hiermee moeten wachten voordat we dus die nieuwe kaart hebben unlocked. Want dan misschien krijgen we die nieuwe kaart in die chest. Dus laten we even wachten. We krijgen hier 18... Wat? 1800. Oh, het is natuurlijk een common kaart. Ik zat echt te denken van, dat klinkt zoveel. We kunnen in ieder geval een level 10 upgraden en een level 11. Doen we gelijk, want we hebben echt oneindig veel coins. En we hebben hier de eerste lucky drop. En dan gaan we gelijk door. Kunnen we helaas nu even geen nieuwe kist vrijspelen. Maar ik wil gewoon echt eventjes wachten totdat ik in die nieuwe arena zit. Want als ik in die nieuwe arena zit, dan kan ik dus die nieuwe kaart ook nog vrijspelen. Ik kom nu tegen Pretty Baby uit de clan. Weet ik niet. Waarschijnlijk een Italiaanse clan. En ik doe spiegelbord op de rug. Nou, nu al helemaal. Op het timen we die goed. Ja, de toren helpt mee. Perfect. Dark Goblin volledig gecounterd. En gaan we nu met de machine in de back. Altijd eerst machine in de back doen in plaats van Goblin Giant. Want de machine, stel hij gaat opeens vol in de aanval, dan kan de machine nog iets van verdedigen. Goblin Giant is natuurlijk meer een aanvallende kaart. Natuurlijk, de Goblin Giant kan ook verdedigen. Want de Goblin Giant, die heeft natuurlijk die speer gebolden. Maar je snapt wat ik bedoel, is niet helemaal hetzelfde. We doen ondertussen nu wat damage op de toren met de... Oei, met de... met die rocket van de dingen. Ik wil dit even... Ik doe even die bats puur omdat ik niet wil dat die brawler de bats... de cage helemaal kapot al maakt. Want ik wil die nog even gebruiken op defense tegen de demolisher. Dit loggen we. De demolisher gaat nu rennen, maar de... Oh, de brawler is wel neer. Maar gelukkig hebben we de goblin brawler die eruit komt. Poisoned eigenlijk niet heel veel. Ja, de toren en 2 speergebolden, maar dat is niet helemaal het waard. En nu doe ik de machine even iets hoger. Reden daarvoor is dat ik hem nu activeer. Inderdaad, die baby goblins. En ik wil de Goblin Giant zo snel mogelijk voor de machine hebben. Zodat de Goblin Giant, net zoals het vorige potje, tankt voor de baby goblins. En dat we dan net wat meer aan de baby goblins hebben.
Hier droppen we gewoon even de Goblin Gang. Twee baby goblins gaan naar de toren, links en rechts eentje, maar het maakt op zich niet heel veel uit. Machine is aan het rammen op die bowler. Die bowler is gewoon op één keer weg. Gewoon, of nee, niet in één keer, maar die is wel gewoon weg. Nu, die gemolletje is ook dood. De brawler is zo goed als dood. Dit ziet er allemaal heel, heel sterk uit. Ik doe even de speergebodden weer en dan een logje. Wachten we even tot die drill een beetje neer is, zodat we dat kunnen loggen. En dat die log dan ook de goblins uit de drill killt. En op dit moment staan we er ontzettend goed voor. Hij heeft net iets meer, hij is net iets verder naar de volgende baby goblins. Maar los daarvan, na deze kaart die erop staan wij weer voor. Dus ongeveer gelijk, we gaan dit erben. Zo. Oké. Dan wil ik liever nu niet de goblin giant hiervoor erop, want we hebben nog niet de baby goblins. Dus ik ga liever nu even in de defense. Doen we de bats hier zo. Om die Kate toch een beetje langer leven te houden. Maakt niet heel veel uit, maar toch bijna 10 elixir. Dan ga ik nu bouwen met de Goblin Giant in de back. Ik hoop dat die machine de... Nee, die gaat niet de bowler helemaal killen. En we hebben nu wel... Oei, ik had eventjes dit niet heel goed door. Nou, dan is deze Goblin Giant, of de Goblin Giant, deze baby goblin is een beetje verspeeld. Ik wachtte daar wel even netjes totdat... Oei. Oké, wacht. Dat is niet heel ideaal. Ik wachtte daar wel even netjes... Oh, nee. En dan is hij... Oké, en ik zat die hele drill niet gezien. Oké, ik had die hele drill ook nog niet gezien. Hele slechte arrows. Volledig gemiste log, omdat ik die drill niet goed zag. En dat betekent nu natuurlijk dat wij achter staan. Of nou, in ieder geval dat we onze toren kwijt zijn. Maar we staan niet heel ver achter, want onze push heeft letterlijk... Ik denk dat arrows genoeg is zelfs. Oeh, als arrows niet genoeg is, moeten we snel van cyclen naar de log. Hoeft niet. Winnen we ook dit tweede potje. Nou ja, eigenlijk wel relatief eenvoudig, want we hebben onze hele toren nog staan. En zitten we nu op de nieuwe arena of niet? 30, nee, 99. Oké, dan moeten we nu dus nog één potje spelen om in de nieuwe arena, of eigenlijk ja, arena 2 van de Goblin Queen's Journey te komen. Het is dus echt een beetje een let's play aan het worden. Het is nou niet dat ik elk potje heb laten zien in de video's, maar wel veel potjes. Dus ik denk dat jullie dat ook wel heel leuk vinden om op deze manier, mijn avontuur te volgen op Goblin Queen's Journey. We doen de Cage in de back. Hij komt namelijk al best wel agressief met de Goblin Giant in de back. Ik raad dit niet aan. Misschien is de cycle heel slecht, maar ik raad het eigenlijk nooit aan om te beginnen. Oh, kijk, nu heb ik het geleerd. Ik ga niet loggen, want dat doet die rocket. Ik raad nooit aan om te beginnen met een Goblin Giant in de back. Dat is bijna altijd een slechte keuze. Want kijk, nu gaan wij eerst rustig zijn push verdedigen. En nu hebben we ook een Goblin Giant push, maar met veel meer dingen geondersteund. Plus we hebben iets meer, nou, niet per se veel meer elixir, maar gewoon met meer dingen ondersteund. En dat is natuurlijk wel veel handiger dan de manier dat hij deed. En hij heeft nu net geërrowed, dus ik ga gelijk... Misschien heeft hij log en dan is de speergebonden... Zijn dan niet een hele goede keuze natuurlijk, maar dat weet je van tevoren niet. En als hij geen log had, was het een hele goede keuze. Want dan zetten we extra druk nog. Dus vandaar dat ik dat deed. Nog één kaart en we zitten op de baby goblins. Niet een hele goede timing, helaas, met onze... kaarten, zeg maar. Want we hebben nu geen Goblin Giant. En het liefste... Nou, oké, gelukkig. Ik wou niet dat hij opgaf. Het liefste heb je die timing net als je natuurlijk een Goblin Giant push komt. Die hebben echt helemaal niks eraan gehad. Letterlijk nul damage bijna. En die wizard, die stond er al. Ziet dat hij extra ging defensen voor die wizard. Dit ga ik nu wel loggen, want dan killen we de wizard en de dart goblin. Dat is wel gewoon goed. Dan doen we de speergebodden hier. Hij kan natuurlijk arrowen, maar dat zal te laat aankomen om nog iets van effect te hebben. Daar zijn zijn arrows. Maar de Goblin Giant en de speergebodden uit de Goblin Giant waren al dood. Hij heeft nu de baby goblins. We moeten heel veel oppassen. Even kijken wat hij gaat doen. Oei, een lekkere hit daar van die brawler ook. Dat is toch 300 damage. Hij heeft volgens mij nog niet de Goblin Giant in cycle. We gaan even vanuit de back. Als we nu deze hadden gedaan, de giant, en hij kwam met een dikke push, dan waren we niet per se de lul geweest, maar dan hadden we veel damage gedaan. Dus nu, omdat ik weet dat hij kan pushen nu met zijn baby goblins, want die heeft hij ready, wil ik nu niet te aanvallend gaan spelen. Ik ga dit arrowen puur omdat we dan die wizard killen en ik geen log in cycle heb, anders heb ik natuurlijk gewoon log gedaan. Dit kunnen we laten gaan. En nu vind ik het prima om met de Goblin Giant in de back te komen. De reden dat ik het nu prima vind is... Ik wou zeggen omdat we nu meer elixir hadden. Maar hij komt opeens nog wel heel slim aanvallend. We hadden nu voor mijn gevoel meer elixir. En hadden daar een goede defense geknald. En dat klopt ook. Want kijk, hij heeft bijna niks voor die rechterkant. Dus die rechterkant chipt alvast weg. En die linkerkant is zo goed als weg. Of die is eigenlijk al weg. Hoeveel doet überhaupt arrows? 93. Ja, die kunnen we gewoon één keer arrowen. Dus eigenlijk als je nu heel safe wil spelen. Wat we gewoon gaan doen. Want als we dit potje... Nou, weet je wat? Misschien soms is aanval de beste verdediging. Dat heeft volgens mij Johan Cruijff een keer gezegd. Dus we gaan gewoon lekker met de Goblin Giant in de aanval.
Ja, ik wil zeggen, als je heel safe wilt spelen, ga je nu alles vanuit de back doen. Maar ik denk nu dat het op dit moment misschien nog wel beter was om juist die aanval in te gaan. Zodat hij die moet verdedigen. Zodat hij zelf niet in de aanval kan. Aanval. Verdediging is best aanval. Aanval is best verdediging. Dat aanval is best verdediging. Precies. Dankjewel, Cruijff. Dankjewel. Tegenstander. Want we hebben dit potje binnen. We krijgen de boost, zoals je kan zien. Want we zijn in een nieuwe arena. Let's freaking go. Nu. Oh. Bam. Nice. Super, zit in de nieuwe arena. We hebben ook een lucky drop. Kunnen we een keer... Oprecht, ik heb bijna nooit lucky drop. Dit is de eerste keer dat ik überhaupt rare zie. Kunnen we nog naar... Naar Epic. Wat krijg je dan uit? Epic, jongens. Dit moet goed zijn, toch? Of is het een beetje Brawl Stars niveau? Wat? Dat is veel, zeg. Ik vind dat echt veel. Dat is ongeveer 1/4. Nee, 1/6. Naar een... 1/7 ongeveer. Naar een nieuwe elite level. Ik vind het oprecht. Ik ben daar heel veel... En we hebben één evolution. Of is dat omdat we niet een andere evolution hebben? Wacht, welke hebben we wel? Zet bijvoorbeeld. Nee. Oké. Je kan dus met een evolution spelen. Helaas heb ik geen Goblin Giant evolution. Maar dan dit dekje werkt dan precies prima. Want we hebben de Bats evolution. Oh, dus een nieuwe arena is één nieuwe evolution. Waarschijnlijk is dan een volgende arena met beide evolutions. Oké, dan wil ik even deze openmaken. Want ik ben heel benieuwd naar deze chest. Gold. Card. De Goblin Curse unlocked. Oké. De Goblin Curse is nu wel nog een laag level. We spelen nu ook in één keer met level 11 in plaats van level 9. Dus die Goblin Machine is dan een beetje de pineut. Kunnen we wel even kijken of ik die eventjes... Ja, weet je wat? Zullen we gewoon even deze op... Bam leggen? Oh, ik had misschien beter kunnen gebruiken voor de Dugger Datches. Want dat is natuurlijk een overpowerde tower troop. Maar ik wil even eentje gebruiken op de machine. Dan hebben die in ieder geval level 10. Dan kunnen we nog een beetje meespelen. Maar nu moet ik even gaan nadenken. Oké, wil ik dan... Want ik heb genoeg wildcards om die Goblin Machine naar level 11 te upgraden. Maar wil ik dat wel doen? Of wil ik die bewaren voor de Dagger Dutches? Nu moet ik opeens weer meer gaan denken. Ik had niet verwacht dat hij 2 levels omhoog zou gaan. Welke kaart heeft hij waar hij een... Oh nee. Wauw. Ik ben heel snel eruit en erin gegaan. Ik hoop dat het alsnog werkt. Het is gewoon op een hotspot. Het is niet eens de wifi die nu slecht doet. Oh, kom op. Dit potje was zo leuk. Nee. Oh, nee. Wat is dit? Waarom doet hij nu niet? Wauw. Dit was zo'n leuk potje. Dit was oprecht zo'n leuk potje. Ik weet niet wat er gebeurde met mijn... verbinding. Nou ja, ik knip hem eruit. Ik zal even laten zien dat ik niet aan het kloten ben. Het eerste potje verlies en dan eruit knip. Weet je, dit was het eerste. Ah, dat was zo'n leuke tegenstander ook. Dat was een heel spannend potje. Ik weet even niet wat er met de wifi is. Wacht, ik ga dat even fixen. Oké, ik denk dat ik weer terug ben nu, hopelijk. Oké, dan doen we nu het allereerste potje dan in de nieuwe arena. Net dus een potje gedaan. Het ging echt heel gelijk op. Dat was een goede tegenstander. Ik was echt benieuwd of ik zou winnen of niet. Maar helaas, vier liggen we weg. Qua hotspot ook. Dat gebeurt echt nooit. Maar ja, prima. Dit is dan het allereerste potje voor jullie om te kijken volledig. En dit is echt de slechtste starting hand die je kan hebben. Dus nou, dan maar een cage in de back. Maar dat is niet ideaal. En hij doet dan de demolisher. Ik verwacht dat hij gelijk in de aanval gaat. Maar misschien ook niet. Weer ook niet een hele goede hand. Nou, bats in de back dan maar. Dit log ik. Ik ben benieuwd of dit... Nee, gaat damage doen. Oh nee, geen damage. Top. Machine in the back. Oké, dat is prima verdedigd op zich. Want die goblins ook niet echt heel ideaal waren van hem. Ik weet niet waarom hij dat zo in de back deed. Misschien had hij ook even een ongelukkige cycle. We moeten nu natuurlijk ook gaan opletten op onze tegenstanders zijn... evolution. Want iedereen kan nu een evolution hebben. Wij hebben duidelijk de bats, want dat is de enige kaart. Oh, nou, of Goblin Giant. We kunnen natuurlijk ook Goblin Giant Evolution hebben. Dat hebben we niet, maar dat had gekund, zeg maar. Dus we moeten nu een beetje gaan opletten op de tegenstander. Welke kaart hij heeft dat een Evolution kan zijn. Spierkebot aan de rechterkant, want de Brawler doet geen splash. En de Demolisher wel, dus vandaar de bats aan de linkerkant. Dan moet je natuurlijk altijd slim zijn, want als ik dat andersom deed, dan had die Demolisher de... Had hij dat gekild? Als ik dit nu hier doe, normaal gesproken zou je dit verdedigen met een gang in het midden. Hup, oh nee, ik had even niet gekeken. Oké, we pakken wel alles mee. Normaal gesproken zou je dat verdedigen met een gang in het midden. Probleem natuurlijk met de Demolisher is dat de Demolisher splash heeft met die rocket. Dus als je nu had verdedigd met gang in de midden, is dat veel minder goed dan dat je gewoon de gang rondom de machine had gedaan. Want dan hit die machine één keer per keer en dat is natuurlijk best wel slecht.
voor die machine. Want die heeft gewoon een single hit target. En als zo'n Goblin Gang natuurlijk ijzersterk. En dan kan hij niet meer zijn rocket gebruiken. Want zijn rocket doet alleen damage op afstand. En als je hem ook vroeg tijdig aanpakt, dan doet hij zelfs helemaal geen damage, ook niet op de toren. We doen de machine in de back. We hebben nu de Evolution Bats, die natuurlijk ge-arrowed kunnen worden, maar niet gezapt. Alhoewel ik echt nog niemand heb zien spelen eigenlijk met een zap. We doen de Bats deze keer weer op de Demolisher. Zodat die niet gepakt worden door de raket van de Demolisher. Nice. Dan... Even gang hier, ik weet even niet. Ik had misschien beter kunnen loggen, maar deze manier zitten we sneller aan de... Slechte speler. Deze manier zitten we sneller aan de baby goblins. Dan doen we de machine in de back, zitten we aan de baby goblins. Doe ik de... deze echt hier op, loggen we dit allemaal. Dan ga ik de rechterkant laten gaan. Cage er maar even voor die demolisher, want ik denk niet dat we die demolisher op tijd kunnen stoppen. We vallen hem nu ook aan met onze baby goblins. En dan is dit GG. Winnen we het allereerste potje op de arena. We hebben bijvoorbeeld damage genomen links en rechts, maar niet genoeg om onze toren te pakken te krijgen. Of de tegenstander onze toren te pakken te krijgen. Jammer van het eerste potje. Het eerste potje was wel echt heel erg leuk. Jongens, ik hoop dat je genoten hebt van de video. Nieuwe arena. Leuk ook weer eigenlijk wel dat het 2 levels omhoog is. Dat we nu weer moeten denken van oké, welke evolution gebruiken we? Willen we de machine upgraden? Ja of nee? Ik ga erover nadenken. Laat achter in de comments wat jij mij zou aanraden. Ik zie de volgende video en tot dan mensen.